Goedenavond. Het is tegenwoordig al een klein wonder dat er onderhandeld wordt over de oorlog in Syrië. En dat wondertje voltrekt zich op dit moment in het Zwitserse Lausanne. Daar zitten Rusland en Amerika nu toch weer samen aan tafel. Maar de vraag is natuurlijk wel wat dat kan opleveren. Ja, we praten verder met Midden-Oosten-correspondent Sanne van Hoorn. Sander, hoe groot is nou de kans dat ze nu wel tot een oplossing komen? Ja, door die bombardementen, uitgevoerd met hulp van het Russische leger, vallen in Syrië vele burgerdoden. Maar wie naar het Russische nieuws kijkt, krijgt een heel ander beeld. Dat van een oorlog zonder slachtoffers. Lijkt bijna een sprookje. Ja, maar al die partijen zitten nu in ieder geval wel weer met elkaar aan tafel. Het is niet duidelijk hoe lang die besprekingen in Lausanne nog duren. In één klap de opwarming van de aarde verminderen met een halve graad. Dat kan, nu 200 landen afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van HFK's, fluorkoolwaterstoffen. Een broeikasgas, net als CO2, dat de aarde opwarmt. HFK's zitten vooral in koelinstallaties, zoals ijskasten en airco's. En in 2036 moet de uitstoot wereldwijd zijn afgenomen met 85%. Het RIVM is blij met het akkoord, Greenpeace ook, al vinden ze wel dat grote haast geboden is. Nog 3 weken heeft Donald Trump om de sleutel te bemachtigen van het Witte Huis. Maar gaat hij dat ook redden? Tientallen Republikeinse partijprominenten steunen hem niet langer. En nu laten ook allerlei geldschieters hem vallen. Trump wil op zijn beurt toch even laten zien dat er nog altijd vrouwen zijn die hem echt wel steunen.